hoe houdt een probleem je in zijn greep? Of hoe zorg jij dat een probleem jou in zijn greep houdt? Er zijn problemen die een oplossing behoeven. Dingen die zich nu voordoen en waar je voor komt te staan en waar echt een oplossing voor nodig is, waar je ook over na moet denken, waar je informatie over moet verzamelen, waar je op af moet stappen, waar je wat je moet tackelen. En dan kan het ook zijn dat je er slecht van slaapt, dat je daarover blijft doordenken. En in dat geval kan het ook gewoon goed zijn om daar een tijd minder van te kunnen slapen, omdat die mind doet dat niet voor niks. Er moet een oplossing komen voor zo'n probleem. Bijvoorbeeld, je kind is ongelukkig en je wil daar iets voor doen. Of je bedrijf staat op failliet gaan en je moet dingen ondernemen om dat te voorkomen of om het faillissement af te handelen. Of je moet uit je huis, dus je moet een andere woonruimte vinden. Dat zijn dingen die een oplossing behoeven. En dan is het goed om daar je energie voor te mobiliseren en er alles aan te doen om die oplossing ook te vinden. Maar heel vaak zijn we ook bezig met het alsmaar herhalen in onszelf van een probleem, wat eigenlijk iets is wat al gebeurd is. Bijvoorbeeld, iemand heeft iets rots tegen je gezegd, of iemand heeft je partner heeft de relatie verbroken en je bent bezig met alles, al het onrecht wat je voelt dat jou is aangedaan, bijvoorbeeld. Of je bent bezig met, oh, waarom verlies ik toch maar steeds mijn werk? En wat heb ik allemaal van mijn leven terechtgebracht? En dat wordt dan een soort bal die maar door blijft draaien omdat je er energie aan blijft geven. En of je blijft maar denken van, oh, wat als ik iets anders had gedaan, dan was die relatie misschien niet uitgegaan. Dat heeft iets te maken met wat gebeurd is, of het heeft iets te maken met iets wat je alsmaar hebt geprobeerd, bijvoorbeeld in een relatie, en wat niet werkt, maar wat je maar blijft herhalen en blijft repeteren. En ik zeg dit ook vanuit mijn eigen ervaring. Ik had de relatie die ik had voor dat ik de relatie had met mijn Indiase partner. Dat bleef maar in mijn hoofd spelen van hoe kan ik het veranderen of hoe kan daar iets anders in gaan? En in die tijd was ik depressief en had ik gestalttherapie in een groep. En voor de zoveelste keer had ik het daar weer over. En toen zei mijn therapeut: oké, daar kun je over blijven denken en dan steek je daar al je energie in en dan hoef je niet bezig te zijn met het opzetten van jouw eigen bedrijf. Want dat was iets waarvan ik ook al herhaaldelijk genoemd had dat ik dat wilde. En dat sloeg echt in als een bom. Die zin. Ik dacht, ja, inderdaad. Al mijn energie steek ik in dat bezig zijn met dat herkauwen van die relatie en waarom het niet ging en of ik het niet toch nog weer zou kunnen proberen. En ik hoefde dus niet bezig te zijn met het opzetten van mijn bedrijf, want daar is veel energie voor nodig. En ja. Die energie had ik dus niet. Die stuurde ik steeds maar die kant in van die relatie. Met als gevolg dat ik mezelf ook in een veilige situatie hield. Want het was heel veilig om niet bezig te zijn met iets nieuws. Om me maar vast te houden aan het oude. En wat onbewust een bijkomend voordeel is, is dat als jij met anderen praat over je probleem, dan wordt dat vaak
warm ontvangen. Want mensen die willen en graag meedenken, tot op zekere hoogte op een gegeven moment kan het hen ook te veel worden. En als jij praat over jouw probleem, dan voelt een ander van, oh, ik heb gelukkig niet dat probleem. Dus onbewust willen mensen vaak eerder iets horen over een probleem dan wanneer jij zegt van, oh, het is echt zo leuk om een bedrijf op te zetten en het gaat zo goed. Dat, of ik krijg er zoveel energie van. Of hè, dat is, daar sta je vaak meer alleen in. Met een probleem krijg je vaak veel aandacht. En dat kan onbewust meespelen om eraan vast te blijven houden. Vanuit een spiritueel standpunt, vanuit het standpunt van de meditatie, is er in feite geen probleem. Natuurlijk, die praktische dingen die ik net noemde, die zijn er. Maar in feite is een probleem iets wat wij creëren met onze mind, waar we helemaal in verstrengeld raken. Maar vanuit de meditatie kun je kijken naar het probleem. Van dan is degene daar in jou die zich bewust is en die kijkt naar wat zich afspeelt in je mind. En die kijkt naar hoe jij bijvoorbeeld je ongerust maakt. Dan is er een instantie in jezelf waar je contact mee maakt, die alleen maar de waarnemer is. En dan heb je een keuze. Dan kun je kiezen van, wil ik daarin gaan, in dat herkauwen van wat er is, in die molen. Zelfs als er een praktisch probleem is, is de vraag, moet je daar de hele dag mee bezig zijn? Of kun je ook zeggen, oké, ik ga er een uur per dag of 2 uur per dag mee aan de slag. En voor de rest ga ik me met iets anders bezighouden. Want de mind is onze gedachte, dat is een probleemcreërende fabriek, als het ware. Dus je hebt het ene probleem nog niet opgelost, of het andere komt alweer om de hoek kijken. Zeker als je gewend bent om die energie te willen steken in het tackelen van problemen. Dat kan een soort gewoonte worden. En de energie die je hebt, die kun je mobiliseren voor wat jij wil. En iets nieuws beginnen kan iets veel uitdagenders en ook iets zijn wat angst oproept. Dat hoort er altijd bij. Angst hoort altijd bij een nieuwe stap. Je kunt niet een nieuwe stap zetten zonder dat daar ook een stuk angst is. Want het is nieuw, het is onbekend. En dan is het zo dat moed is niet de afwezigheid van angst. Maar moed is handelen ondanks de angst. Ik kan ook een oefening geven die mij veel heeft gebracht. En dat is een oefening waarbij je je voorstelt hoe je je zou voelen als jouw probleem opgelost zou zijn. Dus dat stel je je voor. Hoe zou jij je dan voelen? Dus wat ervaar je in je lichaam? Ik zal nu even denken aan een probleem waar ik zelf mee worstel. En dan ga ik me nu voorstellen dat ik hoe het zal zijn als dat is opgelost. Dan voel ik een blijdschap in mijn hartgebied. Ik voel, ik, het is niet zozeer iets wat ik voel, maar wat ik me voorstel is licht en ruimte. Ik merk aan mijn lichaam dat ik diep ademhaal en dat mijn lichaam wijds voelt. En ik zie voor me heel veel, een heel groot veld van ruimte en mogelijkheden. En ik voel een soort dansbeweging in mijn lichaam. En nu
nadat ik, je kunt daar zelf meer tijd voor nemen om al je lichaamssensaties, emoties, beelden die je hebt, gedachten die je dan hebt. Mijn gedachte die ik nu heb is, oh, in het leven is alles mogelijk. Dan komen er ook nieuwe gedachten in je hoofd op. Om dat waar te nemen, daar kun je meer tijd voor nemen. En als je dat gedaan hebt, dan kijk je vanuit deze zijnstoestand, wat meestal dan een zijnstoestand is van gegrond zijn, rustig zijn. Ja, gegrond en geaard. Ook een soort vertraging geeft het. Niet dat gehaaste van ik moet van mijn probleem af, meteen, nu meteen. Want als je gehaast bent, kun je het niet meer in al zijn dimensies zien. Maar vanuit die rust openen zich al nieuwe mogelijkheden. En dan kijk je vanuit die rust en die geaardheid die je nu hebt, terug naar je probleem. En vanuit die rust kijk je naar wat is er nodig om daar te komen. Om die toestand te bereiken die je net gevoeld hebt. Wat is daarvoor nodig? Dat kunnen hele praktische dingen zijn. Dat kunnen ook dingen zijn, andere dingen zijn die nodig is dat je zijn. Dat je bijvoorbeeld voelt van, oh, ik moet vaker de ruimte nemen om bij die rust en bij die geaardheid te komen. Dit is wat ik over dit onderwerp wilde zeggen. En mocht je willen reageren, kan dat zijn onder dit filmpje als je dat wil. En ook kan ook via e-mail mijn gegevens staan in de beschrijving onder dit filmpje.